Ruben Haukes, dagvoorzitter van de derde Nationale Buurendag. Hoe was je dag? Ja, ik heb een fantastische dag gehad. Zoveel mensen vandaag weer hier in Papendal voor de Buurendag. Dat is gewoon een hele mooie dag geweest. Al die inspiratiesessies, de clinics, de energie die er zit. Dus ik kan alleen maar heel tevreden terugkijken. Wat is voor jou het mooiste moment van de dag? Dat is bijna niet te zeggen. Er gebeurt zoveel op een dag. De Anton Geesink Award aan Louis van Gaal, wat fantastisch was natuurlijk. Het respect voor Ruska, wat geweldig was. Als je kijkt naar de clinics en het plezier wat al die kids hier hebben. Of de trainers en de coaches bij die inspiratiesessies echt bezig zijn. Ja, daar kan ik niet één ding uitnoemen dat echt erboven uitzet. Het is gewoon een hele mooie dag geweest. En wat is volgens jou de kracht van de Nationale Buurendag? Het samenkomen, absoluut. Ik denk dat het heel mooi is om te zien dat er zoveel passie en energie in die hele budo-wereld zit. En dat als je dat samenbrengt, dat er iets heel moois ontstaat. En dat is gewoon de kracht van de Budodag. En als ik jou vraag om het in één woord samen te vatten, deze dag, als je zo meteen naar huis rijdt en je denkt erover na, of je moet mensen vragen aan jou, wat was de Nationale Budodag voor jou vandaag? Wat zeg je dan? Energie. Dankjewel.